FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door New Heroes, Masita en MM Totaalonderhoud. Leuk dat u weer kijkt naar dit item bij FC Den Bosch TV. Ja, we gaan eens kijken naar de beelden van de wedstrijd Jong PSV FC Den Bosch. Was het nou wel of geen penalty die overtreding van Luc Brouwers? En we krijgen natuurlijk dat prachtige doelpunt van Sam Lammers in beeld. Wat uiteindelijk de 2-1 nederlaag inluidde voor FC Den Bosch. Den Bosch dat de kansen had om minimaal een puntje te pakken. We spreken erover natuurlijk met Mohamed Mert, de doelpuntenmaker, en Jort van der Zanden. Die zelf toch niet echt verbaasd was dat hij niet in de basis mocht beginnen. Maar wel gaandeweg de wedstrijd erin kwam. En zijn stempel net niet kon drukken op de wedstrijd. Veel kijkplezier bij dit item bij FC Den Bosch TV. Slechts 325 toeschouwers waren afgekomen op het duel tussen Jong PSV en FC Den Bosch. Het werd gespeeld in het Jan Lauwersstadion. Dat is eigenlijk de thuishaven van FC Eindhoven. Hier meteen het grote talent Cody Gakpo, die daar twee mannen passeert. Krijgt de bal voor zijn rechterschoen, haalt uit dan en vindt gelukkig Heemskerk op zijn weg. En die ranselt de bal uit de bovenhoek. Hier een prachtige 1-2 met Bram van Vlerken. Die speelt de bal in richting diezelfde Gakpo. Die gaat er langs. Oeh, Brouwers, wat doe je nu? Geeft hem nog een tikje mee. Terwijl Gakpo eigenlijk al geen kans meer had om te schieten en te scoren. Ja, en dan legt de scheidsrechter Perez de bal op de stip. En Gudmundsson, ja, dat is een coole kikker natuurlijk. Die kijkt eventjes waar Heemskerk naartoe gaat. En schuift dan de bal rechts beneden in het hoekje. Kansloos Heemskerk. En dan is het na 8 minuten alweer 1-0 voor de thuisploeg. Ja, die banvloek van die strafschoppen, dat gaat maar door bij Den Bosch. Hier wederom een aanval met Lundqvist. Lundqvist geeft de bal aan Rosario. Voorzet, daar is die Lammers weer. Maar Lammers wordt daar de voet letterlijk en figuurlijk dwars gezeten door Heemskerk. Die knalt de bal over de achterlijn heen. En daarna een minuutje als 16 de eerste. Goede aanval van Den Bosch. Hier via Vossenbelt en Mert komt de bal bij Siani. Die geeft een voorzet. Komt de bal wederom bij Mert. En via de handen van Eloy Roon verdwijnt de bal in het net. En dan is het ineens na 17 minuten de verrassende gelijkmaker voor de Bosse ploeg, die tot dan toe nog weinig in de melk te brokken had. Hier na 25 minuten zien we de wissel van Jort van der Zanden. Die komt voor Siani. Siani geblesseerd van het veld. De Bosse moest doen zonder Verbeek, zonder Kaars, Boeijer, Lavent, Van Endes en Dijl. Zien hier Sam Lammers de bal keurig vrijmaken. En een mooie 1-2 met Gudmundsson. Maar wederom is het Heemskerk die zijn doel mooi verkleint en er gaat de bal in het zijnet. En dan zitten we bijna aan het eind van de eerste helft. Hier gaat Mert door en Van der Zanden die probeert zijn tegenstander. Die wordt daar professioneel onderuit gehaald. En dat levert een vrije trap op voor FC Den Bosch en de gele kaart voor Obispo. En krijgt Den Bosch nog een kleine kans om wellicht voor eens de leiding te nemen. Wordt het Blummel of wordt het Van Zon? Het is Van Zon indraaiende bal op het bolletje van Bart Biemans. Maar die is iets te scherp en Eloy Room die plukt de ballen uit de lucht. De tweede helft zien we weer een prima FC Den Bosch dat volop meevoelt met Jong PSV. Echt niet minder was dan de Eindhovense ploeg. Alleen ja, zij hebben natuurlijk wel de individuele klasse. Hier een prachtige actie van Blummel richting Brouwers, maar die schoot binnenkant voet. Dat is te zacht om Room te verontrusten. Hier, daar gaat hij weer. Die hele snelle Gakpo. Daar gaan we nog veel van meemaken. Ik ben blij dat we hem gezien hebben deze avond, maar over een paar jaar zal het ongetwijfeld een ster worden. Hier een prachtige counter via Mert en Blummel. En dan gaat de bal naar de sprintende Sam Kersten. Die is uit de centrale verdediging gekomen en die kijkt even waar die bal naartoe moet. Dat is de 4-1. Daar komt dan Mert. Die kan daar net niet bij. Met het teentje komt hij daar tekort om daar een mooie scoringskans uit te halen. Hier een prima paas van Zon. Dan komt Blummel. Helaas iets te veel tijd had hij nodig. En Room komt uitstekend zijn doel uit. En dan is die kans verkeken. Dan zitten we al in de 60ste minuut. En dan is het 2 minuten later. En dan zul je dat altijd zien als Den Bosch net een kans mist op de 1-2. Dan is het Jong PSV wat toeslaat. Actie hier van Lammers nog een keertje om Van der Winden, om Mert heen. En dan als een granaat schiet die bal in de linkerbovenhoek. Een prachtig doelpunt. Weergeloze actie van deze spits. Sam Lammers, wat is het toch een prima spits. Je zou toch eigenlijk zeggen dat die voortdurend bij de A-selectie zou moeten zitten. En wellicht ook een basisplek. Hier Gakpo die duidelijk hands maakt. Scheidsrechter Perez fluit er niet voor. En dan moet Brouwers achteraan met een tackle
doet hij dat uitstekend. Maar die tackle op kunstgras, dat kan wel eens wat vervelende gevolgen hebben. En dat merkt ook Brouwers, terwijl die wilde doorlopen. Merkt hij ineens dat hij toch wel heel erg veel last had van zijn knie. En dat werd zelfs zo erg dat hij even later van het veld moest. Hier dus de trieste aftocht van Luc Brouwers, die tot dan toe een prima wedstrijd speelde. Daarvoor in de plaats komt Matthias Andersson. Dan is er nog een kwartiertje te gaan. En krijgt Den Bosch dan nog mogelijkheden om die gelijkmaker te maken? Of wordt het uiteindelijk nog 3-1? Hier van de Winden naar Azizov. Azizov, prima voorzet. Richting Piemans. Die kan daar net niet bij. Romer uit. Krijgt een scrimmage voor het doel. Van Zon die de bal half raakt. Ja, het zit ook niet mee. Daar moet je een beetje geluk bij hebben bij dit soort acties. En dat had Den Bosch helaas niet in deze wedstrijd. Nog een minuutje of 3 te gaan. Maar er wordt nog 5 minuten extra tijd bijgeteld. Komt er nog een mogelijkheid? Die Mert indraaiende bal. Daar gaat Van der Zand de lucht in. Net naast het doel. En dan is de wedstrijd gespeeld. PSV wint met 2-1. Mohamed Mert. 2-1 nederlaag tegen Jong PSV. De nummer 4 van de Jupiler League. Erg teleurgesteld? Ja, ik ben wel teleurgesteld, moet ik zeggen. We speelden wel een goede wedstrijd. We hadden meer verdiend. Maar helaas. Ja. Begon wat matig allemaal van Den Bosch. Jong PSV was zeker de eerste 10 minuten heel erg sterk. Kreeg volop kansen. Maakte ook een doelpunt. Maar we kwamen mooi terug, hè, met een doelpunt van Mohamed Mert. Ja, de eerste 10 minuten kwartiertje hadden we lastig met hun. Dus, we liepen te veel achteruit, denk ik. Daarna hadden we betere organisatie staan en voetbalden we beter uit. En na de doelpunten die we scoren, hadden wij de betere kansen, hadden we meer de bal. Dit was de tweede helft ook zo, dus jammer dat die aan de andere kant valt. Ja, want we kregen de kans, hè? Blummel kreeg de kans op 1-2 en die werd gemist. En 5 minuten later was het weergeloze actie van Sam Lammers. Hè? Ja, ik moet zeggen, het is wel een goede actie, maar je moet daar wel kort op zitten. Je krijgt wel een beetje veel ruimte om dat te doen. Je moet daar niet achteruit lopen en direct erop kletsen, vind ik. We kregen nog kans op 2-2, maar helaas. Ja, zoals ik al zeg, het lukte net niet vandaag. Ik zag weer een klein beetje de ouderwetse Mert. Ik had het idee, de laatste maanden is het iets minder. Je hebt een weergeloze start gehad, toen werd het wat minder. Maar ik zag hier weer flitsen van de ouderwetse Mert. Ja, klopt. Ondanks dat ik me niet goed voelde vandaag, een beetje ziekjes, maar het ging wel aardig, moet ik zeggen, af en toe. Die terugval, hè, die je een beetje gehad hebt, hè, waar wijd je dat nou aan? Ik denk drukke programma, veel spelen. Dus eerste jaar dat ik zoveel speel. Dus moet ik meer doseren en wedstrijd per wedstrijd pakken. Dan komt het wel in orde. En zoals je vanavond speelt, hè, dan ben je gewoon een aanwinst voor elke ploeg, hè? Ja, ik weet dat ik... bedankt. Ja. Zo willen we graag zien, ook komende vrijdag tegen RKC. Ja, we hebben een goede ploeg, dus het valt leuk te voetballen in deze ploeg. Dus... We gaan ervoor vrijdag, hè? Zeker, pak die 3 punten. Jort van der Zande, tot mijn grote verrassing niet in de basis. Ja, inderdaad. Ja. Dan kijken we zo aan en denken, ja, ik had ook niks te doen. Ik had het ook een beetje verwacht. Nou, zoiets komt natuurlijk nooit als een verrassing aan. Dat is wel iets wat je eigenlijk al aanziet komen. Nou, ja, het is ook de laatste weken dat ik gewoon wat minder goed in mijn vel zit. Het loopt op trainingen wat minder goed. De infrabeurten lopen niet zo lekker. En dan op het moment dat eigenlijk dat de kans er komt, dan is het ook logisch dat de trainer dan op dat moment even andere spelers kiest. De trainer zegt ook, ik ben niet tevreden over de ontwikkeling van Jort. Hij kan meer. Ja, dat denk ik ook. Ik heb ook een periode laten zien dat ik dat kan. En op het moment dat je dan in een mindere fase zit, dan moet je gewoon knokken. En er eigenlijk zo snel mogelijk uitkomen en wel laten zien dat je een bepaald niveau kan halen. Kijken we naar het resultaat. 2-1 nederlaag. Had toch wel een gelijkspelletje ingezeten, dacht ik. Ja, dat denk ik ook. En dat gevoel heerst ook in de kleedkamer. Iedereen heeft wel het idee van dat er meer in had gezeten. Nou ja, dan eigenlijk op het moment dat je denkt van nou het staat 1-1 en we hebben de wedstrijd onder controle. Je krijgt zelfs de kans op 1-2. Precies, ja. Dat wou ik net zeggen. Zelfs dat we denken van nou ja, wij gaan scoren en dan maken we gewoon een wereldgoal. Wat niet te verdedigen is. En zo'n goal die zie je eigenlijk maar zelden in de Jupiler League. En dat kost onze kop. En dan denk ik nog die Van der Zanden. Die scoort 5 minuten voor tijd nog de 2-2 binnen. Ja, dat dacht ik ook. Mo die gaf hem goed voor. En ik probeer hem naar een lange hoek te knikken. En hij gaat net een paar centimeter naast. Soms is een goal net niet breed genoeg, hè? Ja, ze moeten eigenlijk net wel groter worden, ja.